U kijkt naar een nieuwe aflevering van Flakkees Nieuws en in de studio is aanwezig mevrouw Marion Touw. Goedendag. Nou, nieuw op de Tuin, want daar gaan we over praten, nieuwe directeur. Ja. Nou, stel jezelf voor, ik denk dat dat eigenlijk wat het mooiste is om mee te beginnen. Ja, ik ben Marion Touw, ik ben 34 jaar, ik ben nu 11 jaar werkzaam in het onderwijs en voor die tijd heb ik de opleiding logopedie afgerond en ben ik ook nog werkzaam geweest als logopediste. Ben getrouwd, heb een kindje. En je woont in Middelharnis? En ik woon in Middelharnis, klopt. Maar dat is eigenlijk wel het aardige. Meestal als ze directeuren zoeken, dan komen ze altijd buiten de plek waar van waar de school staat. Nou, je had de mazzel dat de school ook in je woonplaats stond. Ja, dat was zeker mazzel. Ik woon hier nu 5 jaar en ik heb hiervoor altijd in Zuidland gewerkt, 10 jaar lang. En dat was best wel een stuk reizen, 3 kwartier heen en 3 kwartier terug. En altijd de leidinggevende functie geambieerd. Ook de schoolleidersopleiding begonnen. En toen kwam opeens een vacature voor een directeur op den Tuin. En dus die heb ik met 2 handen aangegrepen. Absoluut, ja. En waarom is die keuze eigenlijk op den Tuin gevallen? Ja, ik was al wel eerder geweest op den Tuin. Het is een school, als je daar binnenkomt. Ja, daar voel je gelijk thuis. Het is een open cultuur, het is vrij klein. En doordat de klassen ook op één pleintje samenkomen, en je kan ook merken dat er heel veel samen wordt gewerkt en er wordt gewoon goed rekening met elkaar gehouden. En, ja, het is gewoon heel prettig om daar te zijn. Is dat het bijzondere aan de Tuin, zoals je dat nu omschrijft? De locatie en de plaats en het gebouw, maar natuurlijk ook de medewerkers die daar werken. Er staan daar zeer ervaren en kwalitatief goede mensen. En dat is ook iets wat prettig is om natuurlijk mee te werken. Ja, dan geef je naar die open structuur die je omschrijft. Er zullen niet veel scholen zijn die dat op die manier doen. Want zoals je zegt, alle lokalen zijn open. Je kunt overal naar binnen kijken. Ja. En juist dat de leerlingen rekening houden met elkaar is zo belangrijk. Ja, ja. Ja, inderdaad. En we hebben dan op de pleinen hebben we dan ook de computereilanden. En daar wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. En ook in samenwerking met elkaar. En dat gaat gewoon hartstikke goed. En dat is gewoon prettig om mee te werken. Ja. In het begin zei je, ik heb een leidinggevende functie altijd geambieerd. Ja. Nou, je bent nog niet zo verschrikkelijk oud. Want dat kunnen we wel vaststellen aan de beelden die mensen nu zien. Maar hoe komt het dat iemand op zo'n jonge leeftijd al de behoefte heeft om een school te willen leiden? Ja, dat is toch al weer even een tijdje terug om daar dan mee te beginnen. Zoals ik je al vertelde, ben ik als logopediste gestart. De zorg voor leerlingen, dat vond ik heel erg belangrijk. En zodra ik, op het moment eigenlijk dat ik op een school kwam te werken, heb ik al gelijk aandacht geschonken aan de leerlingenzorg. Dat is nu, zo'n 10 jaar geleden ook een beetje ontstaan, dat daar echt structuur in werd gebracht. Dus je eerste stappen in de school, dat was niet als leerkracht, maar als logopedist? Nee, ik was wel echt als leerkracht al gelijk begonnen. Maar met mijn achtergrond en mijn belangstelling voor de leerlingenzorg heeft het ervoor gezorgd dat ik de leerlingenstructuur, de leerlingenzorg, dat de structuur daarvan heb opgezet op die school. En ik merkte dat me best wel goed afging, dat het me wel lukte, dat mensen welwillend waren, bereid waren om met mij mee te gaan. En zodoende ben ik eigenlijk steeds een beetje verder gegaan van niet alleen de leerlingenzorg, maar ook allerlei andere zaken wat ik dan op me wilde nemen en Dat moet een bepaalde richting dan in je zitten. Als je leiding wil gaan geven aan een school, dan heb ik toch het idee dat er iets in je moet zijn dat je denkt van ik wil nu straks een soort eigen lijn gaan volgen. Ik moet er ook de mogelijkheid voor kunnen krijgen. Ja, dat kun je dan op echt een beetje je eigen ideeën hebt die je wil neerzetten en plannen die je hebt, vooruitstrevende dingen die je dan Ideeën, plannen. Nou, laat eens wat horen dan. Wat zijn de ideeën en de plannen? Ja, nou, wat ik heel erg belangrijk vind is dat de kinderen het heel erg naar hun zin hebben op school. Dat ze met plezier naar school gaan. En daarnaast, wat ik je net al vertelde, dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.
En als alles lekker loopt, hè, als je het goed naar je zin hebt en je zit lekker in je vel als kind zijnde en je hebt geen probleempjes, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar er is bij heel veel kinderen toch altijd wel wat meer aan de hand dan dat gewoon normaal lekker meelopen. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij als leerkrachten heel goed in de gaten gaan krijgen van wat heeft dit kind nodig in deze groep, bij deze leerkracht, uit dit gezin. En het gaat eigenlijk niet alleen maar, zoals ik net al zei, om de zorg, maar ook om de kinderen die ook normaal mee kunnen. Dus heeft dit kind bijvoorbeeld extra instructie nodig, dan is het belangrijk dat er ook extra instructie gegeven wordt. Maar ik vind het ook belangrijk dat als een kind geen extra instructie nodig heeft, dat dat kind ook gelijk aan het werk zou kunnen. Dus dat er dus gekeken wordt naar alle kinderen in de groep en gekeken wordt naar wat heeft dit kind nodig in deze groep bij deze leerkracht. Maar is dat dan iets wat nu heel typisch voor de TUN is? Of is dat eigenlijk iets wat op bijna alle basisscholen zou moeten? Ja, we gaan dan natuurlijk wel ook een stukje richting passend onderwijs. Mm-hmm. En dat voor is misschien een term. Voor mensen die nog niet precies weten wat dat is, die term, hè, passend onderwijs. Ja, passend onderwijs, daar gaat het om dat je een zorgarrangement kan bieden voor alle leerlingen. Dus dat alle leerlingen bij jou in de buurt gewoon bij jou op school kunnen komen en goed onderwijs kunnen volgen. Dus dat ze niet meer per se naar andere instellingen of naar andere scholen hoeven verder of van het eiland af. Maar dat ze gewoon bij ons in de buurt, gewoon in je eigen buurt op school kan zitten. Is dat nou praktisch mogelijk? Want het vergt nogal wat als je alle kinderen zeg maar op hun eigen niveau moet gaan aanspreken, op hun eigen kunnen. En ja, dat vergt van een docent natuurlijk een enorme voorbereiding. Ja, dat in de praktijk zou het heel ideaal zijn. Want als je het dan hebt over allerlei mogelijke stoornissen of bijzonderheden bij kinderen. Maar ik denk dat we wel een heel eind kunnen komen. Hè, we hebben nu op de TUN werken we met 3 niveaus, hè, een ondergemiddelde, een gemiddelde en een bovengemiddelde, waar heel goed mee te werken is. Hè, waar de leerkrachten ook meer dan 100% voor inzetten. En ik denk als je kijkt naar het passend onderwijs zoals het bedoeld is, mm-hmm, dat het echt voor ieder kind met elke mogelijke ontwikkelingsachterstand, dan denk ik dat het niet haalbaar is. Ik denk ook dat passend onderwijs steeds meer de richting ingaat van kinderen die extra zorg nodig hebben. Ja, maar ik denk dat waarschijnlijk elke leerling die een vorm van extra zorg nodig heeft, ongeacht het niveau waar die op of in zit. Nee, precies. Ik denk dat we daar ook meer die kant op gaan. Het passend onderwijs, dat je het ook moet zien voor de kinderen, wat ik je net al vertelde, die lekker mee kunnen komen, normaal mee kunnen komen. Dus dat je passend het onderwijs geeft. Dus als die kinderen de klassikale uitleg bijvoorbeeld niet nodig hebben, dat ze gewoon aan het werk kunnen. Dat ze zich dus ook niet hoeven te vervelen tijdens de uitleg van de meester of de juf. Dat vind ik ook passend onderwijs. Ja, als we nou eens een stapje zetten van, we hadden vroeger de jufmeester voor de klas een bord en een krijtje. Nou, dan heb je het ongeveer kort samengevat. Nu heb je een docent die kinderen begeleidt en met alle technische middelen die daarbij gekomen zijn. Hoe is het daarmee gesteld op de TUN? Ja, wij hebben op de TUN nu het geluk dat we een digibord hebben. En dan kan er digitaal onderwijs gegeven worden, wat heel veel mogelijkheden geeft in het onderwijs geven. Je kan met zo'n digibord heb je direct verbinding met internet. En je kan gewoon de computer als instrument gebruiken voor het lesgeven. En dat is een enorme aanwinst. Jammer genoeg hebben we er maar 1. Dus dat betekent voor een hele school dat je het goed moet plannen. Goed een rooster in elkaar moet hebben. Dat elke klas er wel mee kan gaan werken. En we hebben het nu sinds een maandje en iedereen is daar helemaal enthousiast over. En het wordt regelmatig gebruikt. Het is heel leuk om te zien. En je ziet ook dat kinderen bijvoorbeeld van groep 7 en 8, die dan hun spreekbeurt moeten houden, dat ze dan een hele mooie PowerPoint-presentatie neerzetten. En dat is gewoon heel knap om te zien. Je gaat mee met de technologie, hè, waar de kinderen nu in opgroeien. Ja, en de docenten, want ik, nou weet ik toevalligerwijs,
dat er op de Toen een aantal docenten werkt die toch al een paar jaar meegaan binnen het onderwijs. Mm-hmm. Hoe gaan die om met die technische vernieuwingen? Want je moet een flinke stap zetten. Ongelooflijk. Je zou echt denken van, dat is lastig. Het is ook lastig, maar het is in ieder geval uitproberen. Als je ziet hoe enthousiast ze zijn over het gebruik van DigiBoard en hoe vaak ze het willen gebruiken, ja, dan dat is onvoorstelbaar. Ook de mensen die al 40 jaar bijvoorbeeld in het vak zitten. Ja, en de terugkeer naar dat bord met dat krijtje waar dit stukje van ons gesprek over ging. Is die hang er nog? Ja, nou, ik denk dat eigenlijk iedereen wel om wil. Ja, ja, ik denk zoals niet je echt al zei, dat het. Het kost de patiënten, want ja, die dingen precies. Die krijg je niet bij een pakje boter bij. Nee. Nou ja, we hebben het geluk dat we er nu één hebben, maar het liefst zouden we ze gewoon in alle klassen willen hebben. Ja, en in het algemeen, het computergebruik, hoe is dat op de Toen georganiseerd, geregeld? Ja, eigenlijk gebruiken we de computer bij zoveel mogelijk lessen, integreren we het. Zowel bij het verwerken van de lessen, maar ook bij remediering. Dus bij als de kinderen extra zorg nodig hebben, extra inoefenen, bij het maken van stukjes tekst, bij het inoefenen van breuken of tafels. Bij alle vakken wordt het gebruikt. En zoals ik al zei, met die open cultuurstructuur ook op de school, hebben we de computers veelal op het eiland tussen de klassen staan. En wordt er gewoon regelmatig gebruik van gemaakt. Ja, en dat is ook niet dat je binnen die, zeg maar, die open structuur storingen van elkaar ondervindt, dat kinderen die bij een computer zitten of kinderen die in de klas zitten, dat eigenlijk niks uitmaakt. Nee, helemaal niet. Nee. En de kinderen kunnen ook gebruik maken van een koptelefoon. Dus de herrie is eigenlijk uitgesloten, als je dat zou willen. Ja. Ja. Ja, we zouden nog veel over een digibord kunnen praten natuurlijk, maar ja, het ding is nog niet zo lang op de Toen aanwezig, heb ik gehoord. En wat zijn de kansen dat er nog meer van die borden op school terechtkomen? Ja, financieel plaatje natuurlijk. De kans is heel klein dat het in ieder geval dit schooljaar gebeurt. En als er mensen zijn die ons willen sponsoren en we gaan alle mogelijke middelen gebruiken om sponsorgelden te ontvangen door middel van een sponsorloop of een bingoactie bij ons op school om toch voor elkaar te krijgen dat we nog een digibord krijgen, ja. Ja, nou is sinds niet al te lange tijd het openbaar onderwijs zeg maar onder één noemer terechtgekomen, de Stichting Opogo. Zijn daar ontwikkelingen aan te geven waarbinnen het onderwijs zich gaat, of waarop zich het onderwijs gaat richten? Ja, dan ga ik toch ook wel een beetje weer richting dat passend onderwijs. En dan meer in de richting van handelingsgericht werken. Dat we dus met de lessen die we nu geven, dat er dus inderdaad gekeken wordt van welke behoefte heeft het kind? Wat heeft dit kind nodig? En dat is wel een beetje de richting die Sopogo ook ingaat. En de sturing vanuit Sopogo, die is duidelijk merkbaar. Ja, het is niet zo dat de scholen aan hun lot worden overgelaten binnen dat proces. Nee hoor, en wij hebben natuurlijk een samenwerksverband, ook op het eiland, waarin je dus ook met speciaal onderwijs werkt. En ervoor zorgt dat je de beste zorg kan bieden op ook een openbare school. Ja. Ja. En dan ben je een half jaar ongeveer nu bezig op de Toen. Mm-hmm. Tenminste, als we even vanaf de zomervakantie rekenen. Als je nou kijkt van toen je binnenstapte en hoe het nu is. Want ik kan me voorstellen dat je op een school binnenkomt, alles is nieuw. Je hebt waarschijnlijk de mensen al even gezien net voor de vakantie en na de vakantie begon het echt. Wat is er nu tijdens dat half jaar dat jij er bent aan het veranderen? Want ik denk dat bij elke directeur een beetje zijn eigen tokootje wil organiseren. Hoe kun je dat bij jouzelf omschrijven? Het is wel moeilijk om dat in een aantal maanden al te kunnen zeggen van wat er al veranderd is. Wat ik heel belangrijk vind is dat ik de mensen een hele duidelijke spiegel voor zet en laat zien hoe goed ze het doen, welke kwaliteiten er zijn. En dat doe ik met individuele gesprekjes, maar ook in teamvergaderingen bijvoorbeeld, komt het onderwijs regelmatig aan bod. En komen er discussies en gesprekken over, hoe ziet dat er nou uit en hoe doe jij dat, hoe pak je het aan? Dus
ja, met elkaar overleg en elkaar ook kritische vragen stellen, maar ook feedback geven van ja, dingen die goed gaan. En van hey joh, of tips, zou je het niet eens zo doen? Maar er wordt inhoudelijk al, er wordt er gewoon goed gesproken over het onderwijs. En met als doel? Ja, dat de kinderen heel goed onderwijs krijgen en met heel veel plezier naar school komen. Ja. Ja, en verder is het ja, heel belangrijk dat ook de activiteiten van feesten en festiviteiten natuurlijk aan de orde komen. Maar bij ons staat toch wel voorop dat we een lerende school zijn. Dus we willen gewoon de kinderen heel graag iets leren. Ja, je bent er nu een half jaar. Probeer nu eens 20 jaar verder te kijken. Als je als een ja, wat vrouw op middelbare leeftijd, dan misschien nog wel een beetje verder, nog steeds op de tuin werkt, wat voor een soort school moet er dan zijn ontstaan? Goh, dan zie ik toch wel een school die in ieder geval verdubbeld is aan het aantal leerlingen. Want hoeveel leerlingen zitten er nu op de tuin? Er zitten nu ongeveer 100 leerlingen op de school. Mm-hmm. En ja, over 20 jaar wil ik zeker wel het dubbele zien. Dat in de wijk ook wel wat doorgroei en mogelijkheden zijn. Dus dat er ook weer wat nieuwe en jonge gezinnen komen. En ja, dat het echt een school is van het dorp, van Middelharnis. En dat daar de kinderen komen die ja, goed onderwijs willen volgen. En dat elk kind daar goed op zijn plek zit. Ongeacht welke levensovertuiging het kind ook heeft. Ja, moet ook een beetje het openbare. Het openbaar onderwerp, het openbaar karakter van de school ja. Behoort te zijn. Nou, als je nou iets zou bedenken van, nou, je zegt net zelf al, er zitten 100 leerlingen op de tuin. Stel je voor, je zou nu een minuut de gelegenheid krijgen om te vertellen waarom dan mensen naar die tuin zouden moeten. Ja, dan kom je waarschijnlijk weer terecht op het onderwijs dat gegeven wordt. Ja. En de kwaliteit die daarbij zit. Ja, echt een lerende school. De zaakvakken staan voorop, taal, lezen en rekenen. En de zaakvakken, daar wordt ook goed aandacht aan geschonken, maar dagelijks gewoon de hoofdvakken aandacht aan gegeven. En daarbij allerlei ook ja, gezellige activiteiten worden georganiseerd. Dus de kinderen ja, hebben een hele leuke tijd. En de ouders, hoe worden die betrokken binnen het onderwijs op de TUN? Ja, ouders zijn ook ontzettend belangrijk, vind ik, in de samenwerking met school. Want zij zijn tenslotte ja, toch degene die hun kind het beste kent. Dus als je het dan hebt over, nou, wat heeft dit kind nodig? Dan zijn de ouders daar heel belangrijk in als, ja, als partners, als samenwerkende partners voor de kinderen. Ja. Ja. Nou, ik denk dat mensen nu ongeveer een beeld hebben gekregen van jou als directeur op de TUN, als nieuwe directeur op de TUN. En misschien ook wel een beetje van de school. En nou, we hopen inderdaad dat over 20 jaar we misschien het gesprek nog eens kunnen herhalen en zien wat eruit is gekomen van de dingen die je nu voorneemt. Oké. En dan dank ik je hartelijk heel graag voor gedaan. Dit gesprek. Ja, ook bedankt. U heeft gekeken naar een aflevering van Vlakkees Nieuws, waarin in de studio te gast was mevrouw Marion Touw, directeur van openbare basisschool De Tuin in Middelharnis.